toegenomen nadat gisteren twee militaire gebouwen waren aangevallen, volgens Jeltsin, door zijn tegenstanders. Bij die aanval vielen twee doden. Een verslag van Stefan Blommaert. Gisteravond omstreeks 9 uur Moskou-tijd openden 8 gewapende mannen het vuur op het hoofdkwartier van de GOS-troepen. Daarbij kwam een politieman om het leven en ook een vrouw werd gedood door een verdwaalde kogel. In de loop van de dag werd bekend dat er nog een tweede gewapende aanval plaatsvond op het gebouw van de militaire veiligheidsdiensten. De Jeltsin-gezinde minister van Defensie zegt dat de aanvallen alles te maken hebben met de politieke crisis in Moskou. Het was een misdadige actie die duidelijk was georganiseerd door de defensieminister aangewezen door het parlement. Intussen is het congres van volksafgevaardigden dan toch aan zijn werkzaamheden begonnen, hoewel amper de helft van de afgevaardigden aanwezig is in Moskou. Vannacht werd de afzetting van president Jeltsin bevestigd, een beslissing die eergisteren al was genomen door de opperste Sovjet. Een bijeenkomst van vrijwilligers voor het Witte Huis. Ze staan onder leiding van echte militairen. Jeltsin zei vanmorgen dat de milities die het Witte Huis beschermen zo snel mogelijk moeten worden ontwapend. Deze vrijwilligers hier zijn ongewapend als ze buiten op het appel verschijnen. Maar binnen in het Witte Huis zouden er nogal wat wapens aanwezig zijn. Hoewel ze er zelf niet indrukwekkend uitzien, zijn hun aanvoerders wel vastberaden om het parlement te beschermen. Ik wil geen bloed, maar ik ben nergens bang voor. Gedurende de namiddag werd de omgeving van het Witte Huis volledig afgegrendeld. Het is niet duidelijk of het de bedoeling is om te verhinderen dat de groep demonstranten voor het parlement zou toenemen, dan wel om een actie tegen dat parlement voor te bereiden. Maar schilden en kogelvrije vesten maken wel duidelijk dat niets aan het toeval wordt overgelaten. Beide partijen lijken zich dan toch voor te bereiden op een mogelijke gewelddadige confrontatie. De spanning in en om het Witte Huis stijgt dan ook ziende ogen. Want als er wat gebeurt, dan zou dat wel eens vannacht kunnen zijn. Overal in de stad verschijnen troepen bij strategische gebouwen. Dit zijn soldaten van de OMON, een speciale antiterreureenheid die post vatte bij een gebouw dat toebehoort aan het Russische parlement. In heel Moskou zou er nu al meer dan 3000 man oproerpolitie gestationeerd zijn. Mocht het tot een gewapend treffen komen, dan heeft president Jeltsin op dit ogenblik in elk geval een grote overmacht. De Zuid-Afrikaanse verzetsleider Nelson Mandela heeft in New York de UNO gevraagd om de economische sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen. De vraag van Mandela volgt op de beslissing van het Zuid-Afrikaans parlement gisteren om een uitvoerende overgangsraad op te richten. Met die raad krijgen de Zuid-Afrikaanse zwarten voor het eerst een zeg in het bestuur van hun land. We believe that the time has come. Voor ons is nu de tijd aangebroken when the international community dat de internationale gemeenschap lift all economic alle economische sancties kan opheffen tegen Zuid-Afrika. We further urge verder vragen we that this historic step, dat de historische stap van de Verenigde Naties also impose om destijds ook een embargo in te stellen op wapens, kernmateriaal en olie, daar vragen wij dat deze maatregelen van kracht blijven tot de nieuwe regering gevormd is. De boycott van Zuid-Afrika heeft zware gevolgen gehad voor de economie van dat land. Maar ook op sociaal vlak is de rekening duur betaald. Zeker door de zwarte bevolking die kampt met een erg hoge werkloosheid. Hebben de sancties de Zuid-Afrikanen niet te hard getroffen? Siel van der Donkt vroeg het aan de vertegenwoordiger van de anti-apartheidsbeweging ANC in Brussel. We knew when we called for sanctions that this was... We wisten toen we opriepen tot sancties dat dit zwaar zou wegen op de economie en op de meerderheid van de arme zwarte bevolking. Maar ondanks de moeilijkheden hebben we ons politiek hoofddoel bereikt. Daarom neemt het ANC nu alle kansen te baat om zo snel mogelijk een ommekeer te bewerken in de economie van Zuid-Afrika. Zodat de politieke democratisering kan ondersteund worden door economische groei. Behalve de economische problemen is er ook de dreiging van een burgeroorlog. De Inkatha-partij van Buthelezi wil autonomie voor de Zulus. En ook de uiterst conservatieve blanken willen niet onder een ANC-meerderheid leven. En het ANC zoekt daarom naar een vergelijk. Voor ons is er ruimte om tegemoet te komen aan Inkatha.
aan iedereen in de onderhandelingen. Ook aan de blanken. Er is ruimte voor onderhandelingen. Zo is nu uitgelekt dat Mandela 6 weken geleden heeft gepraat met het Afrikaner Volksfront over de mogelijkheid van een blank thuisland. Wij erkennen dat er bij de rechterzijde een verlangen leeft om een eigen gebied. Een gebied waar zij in de meerderheid zijn. En wij staan open voor suggesties. Hoofdzaak is dat zij dat gebied moeten aanduiden. En dan kunnen wij discussiëren of het haalbaar is. Met volle raadpleging en akkoord van iedereen. Bij Picanol in Ieper, een bedrijf dat weefgetouwen maakt, verdwijnen 190 jobs. Een aantal daarvan bij een zusterbedrijf. Op dit moment werken bij Picanol zo'n 1800 mensen. Het is een van de grootste werkgevers in de streek. De directie zegt dat ze banen moet schrappen omdat de verliezen zich opstapelen. Picanol ziet zijn marktaandeel elk jaar dalen en kan de concurrentie met Japan niet meer aan. Picanol verkoopt zo'n 4.000 tot 5.000 elektronisch gestuurde weefgetouwen per jaar. En dat zowat overal in de wereld waar er een noemenswaardige textielproductie is. Een paar maanden geleden viel er uit de Verenigde Staten nog een bestelling binnen voor 800 machines. Maar de bedrijfsresultaten die zo pas werden bekendgemaakt zijn teleurstellend. Een verlies van 124 miljoen frank voor de eerste 6 maanden van dit jaar. En dat kan oplopen tot 230 miljoen tegen het einde van het jaar. Het is zo dat de markt van de weefmachines in 91 brutaal met meer dan 30% gezakt is. En dat erin sindsdien nauwelijks enige beweging gekomen is. Een tweede element dat is uiteraard dat in dergelijke kopersmarkt prijzen en marges serieus onder druk komen. Dat is mede natuurlijk, zou ik zeggen, de hoge Belgische frank, hoge Belgische loonkosten zijn daarbij supplementaire hinderpalen. En een derde element, we hebben ook een activiteit die zich richt naar de automobielsector. En de automobielsector is ook een sector die niet zo best loopt. Goed 2 jaar geleden voerde Picanol een herstructureringsplan door waarbij 300 mensen afvloeiden. En er werden belangrijke investeringen gedaan. Daarmee zou Picanol opgewassen zijn tegen de economische crisis, dacht men toen. Hetgeen deze crisis essentieel verschillend maakt van vorige crisissen is de bijzonder lange duur ervan. De recessie is langer, is dieper dan de recessies waaraan we gewoon waren. En de heropleving waarop wij hopen blijft een stuk langer uit. Ook bij de Duffelse kartonfabriek Cascade sneuvelen banen. Alle 122 werknemers daar komen op straat te staan, want het bedrijf gaat dicht. De aangeboden hulp van de Vlaamse regering heeft niet meer mogen baten. Bij Cascades maken ze vooral karton voor de horecasector. 4 jaar terug heeft de Canadese multinational met dezelfde naam het bedrijf overgenomen van de Papeterie de Belgique. In betere tijden werkten er ooit 750 mensen, nu dus nog 122 die eind oktober allemaal worden ontslagen. Het is een moeilijke plaats waar ik sta, maar de realiteit, ik kan het niet anders. Duffel heeft gevochten, Duffel heeft verloren. 300 miljoen is er nodig om het bedrijf te redden en de Vlaamse regering wou voor de helft van dat bedrag staatswaarborg geven en daarbovenop nog eens ruim 30 miljoen rechtstreekse steun voor milieuinvesteringen. Maar het moederbedrijf heeft laten weten niet langer geld te willen pompen in nog eens een herstructureringsoperatie. Nog eens, want eind vorig jaar was er al een herstructurering waarbij het personeel moest inleveren en 34 banen verloren gingen. Toen was beloofd dat er werkzekerheid zou zijn tot eind 94. Waar gaan wij naartoe? Als wij overeenkomsten maken, engagementen, handtekeningen doen en die worden niet naar welke maatschappij gaan wij beginnen te leven? En er zijn er allicht nog die zich dat afvragen. Ook andere bedrijven in Duffel hebben problemen. In 1,5 jaar tijd zijn er daar 900 banen verloren gegaan. De rechtbank van Brussel laat het gros van een bende grote belastingfraudeurs vrijuit gaan, omdat hun zaak eind oktober verjaart. Er kunnen dan geen straffen meer worden uitgesproken. En omdat de verdediging nog genoeg vertragingsmanoeuvres in petto had om een uitspraak voor de verjaring te verhinderen, besliste de rechter 32 van de 39 beschuldigden buiten vervolging te stellen. De bende had voor ruim 2,5 miljard frank BTW ontdoken. De rechtszaak gaat over BTW-ontduiking door het opzetten van een zogenaamde BTW-carousel.
Daarbij worden goederen, vaak hi-fi-materieel en andere luxe producten waarvoor hoge btw-tarieven gelden, zogenaamd uitgevoerd naar het buitenland. Maar eigenlijk worden ze gewoon in zwart in België verkocht. Soms zijn die dingen niet eens over de grens gegaan. In andere gevallen hebben ze een rondje gedraaid op een carousel naar het buitenland en zijn ze fraudeleus weer in ons land terechtgekomen. Op producten die naar het buitenland worden uitgevoerd moet je geen btw betalen. En op die manier heeft een netwerk van 39 mensen dus ruim 2,5 miljard frank aan btw ontdoken. Van die 39 ontlopen er 32 hun straf omdat hun inbreuken op 25 oktober al verjaren. Gewoon in beroep gaan tegen een eventuele veroordeling zou al volstaan om de verjaringstermijn te overschrijden. De rechtbank blijft 7 pechvogels vervolgen van wie de fraude pas in 95 verjaart. Zij hebben 170 miljoen ontdoken, een peulschil vergeleken bij de totale 2,5 miljard ontdoken belastinggeld. Dit is op enkele maanden tijd de tweede miljardenfraude die in ons land onbestraft blijft. Half april gingen ook al de beklaagden in de zaak Kirschenvrij uit. Minister van Justitie Wattelet zei toen dat hij de vele vluchtwegen in de rechtspraak wou afsluiten. Het gaat dan om verjaringstermijnen en procedurefouten. Maatregelen zijn er op die korte termijn nog niet genomen en bij het gerecht ziet ook niet iedereen daarin de goede oplossing. Het aantal dossiers wordt daardoor niet kleiner. Er moet, zeggen veel magistraten, gewoon meer personeel bijkomen dat met gelijke wapens kan strijden tegen een heel regiment uitgekookte advocaten. In een andere zaak, het gerechtelijk onderzoek naar de fraude met valse facturen in Antwerpen, is een tweede topman van de BTW-administratie aangehouden. Het gaat om een hoofdcontroleur van de BTW in de regio Malle. Eerder is de directeur van de BTW aangehouden. Beiden worden verdacht van passieve corruptie. Ze zouden zich hebben laten betalen om geen onderzoek in te stellen tegen bedrijven die zich via valse facturen zwart geld toe-eigenden. De Antwerpse zakenman die de ambtenaren omkocht, zit al een tijdje achter de tralies. De compagnie Het Zoete, de vastgoedgroep van de knokse burgemeester Lippes, spant een proces aan tegen Vlaams minister van Leefmilieu, de Batselier. Die heeft in zijn duinendecreet beslist om de zwinbosjes in Knokke te beschermen. Volgens de compagnie Het Zoet, die in de bosjes wil bouwen, is de maatregel in strijd met de wetten van ruimtelijke ordening. De zaak is vanmorgen voor de rechtbank van eerste aanleg meteen uitgesteld tot volgende week. Een van de landschappen dat door het duinendecreet beschermd wordt, is het duingebied Palend aan het Zwin. De compagnie Het Zoete wil er een groot congrescentrum optrekken, maar de bouwpromotoren zien hun plannen nu gedwarsboomd en dagvaarden de minister van Leefmilieu. Want zo stellen ze, onze projecten zitten in een verkavelingsgebied en ze zijn in uitvoering. Volgens minister De Batselier heeft de wetgever met dat probleem rekening gehouden. De Vlaamse Raad heeft dit decreet zelf opgesteld vanuit het initiatief van het parlement. En zij hebben dus een combinatie gezocht tussen aan de ene kant ruimtelijke ordening en aan de andere kant natuurbehoud. Ook aan de andere kant van de kust, in Oost-Duinkerken, liggen duinen die nu door het decreet beschermd worden. Maar net voor de publicatie in het Staatsblad werden daar door gemeentebesturen en door de dienst Stedenbouw met grote ijver bouwvergunningen afgeleverd. Op tientallen plaatsen werden betonplaten of funderingen gegoten, volgens de Groene Partij Agalef, zonder dat de wettelijke wachttermijn van 20 dagen gerespecteerd werd. Nochtans had minister van Ruimtelijke Ordening Kelchtermans er in augustus reeds bij alle betrokken instanties op aangedrongen bouw- of verkavelingsaanvragen met de grootste omzichtigheid te behandelen. Op 16 september vroeg hij geen vergunningen meer toe te kennen die strijdig zijn met de beslissing van de Vlaamse regering. De minister is formeel. Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening kunnen in deze zaak niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Het duinendecreet heeft voorrang, omdat het Vlaamse parlement dat zo beslist heeft. En dus de verkavelingsvergunningen of ook de stedenbouwkundige attesten op percelen die gevat zijn door het duinendecreet en het besluit dat daar aan verbonden is, zijn dus uitdrukkelijk ondergeschikt aan het duinendecreet zelf. Over precies een week, op 1 oktober, worden bijna alle Belgische kranten duurder. Bij de meeste komt er 1 frank bij. Ze kosten dan 26 in plaats van 25 frank. Een paar dagbladen slaan meer op of houden hun huidige prijs. Het is al zo'n anderhalf jaar geleden dat de krantenprijs nog gestegen is.
Niet alle Belgische kranten worden volgende week dus 1 frank duurder. Er zijn er die meer opslaan. Voor de Standaard zal je ineens 3 frank meer moeten betalen. De directie meent dat haar lezers daartoe bereid zullen zijn. Er is zwaar geïnvesteerd om de kwaliteit te verbeteren, zegt de Standaarddirectie. Daarmee volgt die krant de trend die eerder al werd aangegeven door de Financieel-Economische Tijd. Die gaat van 36 naar 38 frank. Ook in het buitenland merk je dat de zogenaamde kwaliteitskranten duurder zijn dan de populaire kranten. De Morgen tenslotte houdt zijn prijs ongewijzigd. Die krant kostte al meer 30 frank. Een prijsverhoging is niet nodig, zegt de directie. De 4 mannen en 4 vrouwen die zich 2 jaar geleden lieten opsluiten in Biosfeer 2 worden overmorgen uit hun vrijwillige afzondering bevrijd. Biosfeer 2 is een kunstmatig gesloten leefwereld in de Amerikaanse staat Arizona. Eigenlijk een reuze koepel met nagebouwde oceaan, regenwoud en woestijn. De constructie moest een leefbare nabootsing zijn van de biosfeer op aarde. Maar het project oogste naast grote belangstelling vooral een storm van kritiek. Met veel gevoel voor drama lieten de 8 zich 2 jaar geleden opsluiten. Het doel was Biosfeer 2 gedurende 2 jaar zelfbedruipend uitbaten. De koepel bevat immers de grootste gesloten leefwereld op aarde. En die lat lag hoog, te hoog. 2 weken na het sluiten van de deuren moesten gewonden al enkele uren buiten Biosfeer worden verzorgd. Het systeem was bovendien lek. De koepel verloor lucht. 3 maanden na de sluiting werd er 600.000 kubieke meter ingepompt. Dat was voorzien, zeggen de biosferanen. Bedrog, zegt de pers. Later merkten de wetenschappers dat het systeem ook zuurstof kwijtraakte. Als de inwoners lucht inademden die evenveel zuurstof bevatte als op 4000 meter hoogte, werd er opnieuw ingegrepen. Bovendien bleek biosfeer niet zo goed te werken. De oogsten werden grotendeels vernietigd door luizen en mijtenplagen. De inwoners hebben de helft van hun tijd aan de landbouw besteed en toch zijn ze allemaal bijna 20% van hun gewicht kwijt. Het zijn maar enkele incidenten die op 2 jaar tijd de geloofwaardigheid van het project hebben ondermijnd. Excuses als de pers lust ons ruil of nog pioniers moeten lijden klonken erg zwak. Maar intussen is de koepel wel de 2e toeristische trekpleister geworden van de staat Arizona, na de Grand Canyon. Scherpe kritiek dus op Biosfeer 2. Collega Ivan de Vadder legde die voor aan de Belgische deelnemer Mark van Tillo in een gesprek een goed uur geleden. Well, I remember it's ook een shakedown crew. It's de eerste 2 jaar van een experiment. Op het moment wat we bewezen hebben, we hebben een laboratorium waarin we kunnen bestuderen wat er met deze ecologische systemen gebruikt. Wordt gedaan. Voor example, het koraalrief in de oceaan heeft gereproduceerd. We hebben nu nieuwe koralen daarin groeien. Het regenwoud is gereproduceerd. Juist het feit dat we hier nog in zijn na 2 jaar is een ongelooflijke prestatie. We hebben 60 research projecten aan de gang. In 2 dagen het experiment zal gedaan zijn. Dat is wanneer dat we meer peer reviews of research papieren kunnen publiceren. Ja. Wat is het ergste geweest gedurende die 2 jaar? De honger? Well, in zekere zin was niet zoveel honger. Het was moeilijk om ineens over te schakelen van een dieet vol met suiker en vetstoffen. Toe ineens naar een heel organisch, heel gezond dieet. Dat was moeilijk, dat was wennen. En ook het systeem is zo jong. Onze kokosnootbomen zijn nog jong, die produceren nog niet. Die cacaobomen voor de chocolade produceren nog niet. Zo in een zekere zin, it was een shakedown crew. En 4-5 jaar van hier, denk ik, dat we volledig zelfstandig zullen zijn. Hoe zit het met de mensen? Want dat is een vraag die iedereen zich natuurlijk stelt. 4 mannen, 4 vrouwen. Hoe zit het daarmee? Hoe is dat verlopen tijdens die 2 jaar? Heel goed. Er was geen punt waar iemand zei, nu wil ik de deur uit, dit is genoeg. Er was conflict, maar gezond conflict. En geen probleem, geen echt probleem. Zijn er ook baby's op komst daar? Geen baby's op komst, niet dat ik ervan weet. De verdediging van Van Tillo eerder vandaag. Prinses Lilian, de weduwe van koning Leopold III, laat 10 jaar na het overlijden van haar man een biografie over hem schrijven.
Ze wil de historische waarheid over en de echte persoonlijkheid van Leopold III aan het licht brengen. Het nieuws is bekendgemaakt bij het eerste publieke optreden van prinses Lilian sinds de dood van Leopold. Ze woonde gisteravond een herdenkingsplechtigheid voor hem bij in het Instituut voor Natuurwetenschappen. De plechtigheid was georganiseerd op de 10e verjaardag van het overlijden van Leopold III en de 20e verjaardag van het Fonds voor Natuuronderzoek dat zijn naam draagt. Zo pas is ook de VZW Prinses Lilian opgericht ter herinnering aan Leopold die in 1950 moest aftreden ten voordele van zijn zoon Boudewijn. Après son effacement, le roi sut tourner la page sur les épreuves. Il conjugua dès lors son rôle d'époux aimant et de père attentif avec la poursuite de ses nombreux intérêts d'ordre humanitaire et scientifique. Die wetenschappelijke belangstelling kwam tot uiting op zijn vele reizen. En ook in een film die met zijn hulp werd gemaakt, De Vrijheren van het Woud, een documentaire over mens en natuur in de vroegere Belgische kolonie. Tekenen van het Gulden Boek in het Natuurhistorisch Museum, prinses Lilian. Haar dochter, prinses Maria Esmeralda. Haar nicht, prinses Maria Gabriella van Savoye. En haar zoon, prins Alexander. Eén dochter, prinses Maria Christina, die in Amerika woont, was er niet bij. De plechtigheid besloot met een receptie in het museum. De nieuwe VZW Prinses Lilian gaat van alles organiseren om Leopold weer meer bekendheid te geven. Opdat zijn naam in de geschiedenis niet zou verbleken, wordt er ook een biografie geschreven waarvoor Prinses Lilian, zo heeft ze ons verteld, nog ongepubliceerde historische stukken ter beschikking heeft. Op de Heizel in Brussel gaat over een paar minuten de Charreada in première, het grote Mexicaanse ruiterfeest. Het programma is een mengeling van rodeo, niet zonder gevaar voor de ruiters, en sierlijke dressuurnummers. Een woordje uitleg van Wim Willems. De charreada is de paardrijkunst van de charros en charras. De Mexicaanse cowboys en cowgirls, zo je wil. Het perfect beheersen van de paarden was nodig voor het dagelijkse werk. Aanvankelijk mochten de indianen van de Spanjaarden niet paardrijden. Een monnik leerde ze daarom runderen af te richten. In weerwil van het verbod ontwikkelden vele indianen toch een spectaculaire behendigheid in het berijden van de wilde paarden. Om het vee te vangen oefenden de charros met lasso's. Typisch zijn ook de kostuums, zowel bij de charros als charras een mengeling van Mexicaanse en Spaanse tradities. Op het einde van de 19e eeuw werd de behendigheid van de charros tot kunst. Met het verdwijnen van de grote haciendas verdwenen ook de charros. De charreada is nu hoe langer hoe meer een sport die vooral wordt beoefend in de steden, maar het spektakel blijft. Dit is een variant op de Paso de la Muerte, waarbij de ruiter van zijn paard op een wild paard springt. Hier zelfs achterstevoren. De charreada is heel dit weekend te zien op de Heizel in Brussel. De andere sport. Vandaag maakte de Fransman Alain Prost bekend dat hij aan het eind van dit seizoen uit het Formule 1-circuit stapt. Na 13 jaar wil de 38-jarige Fransman geen risico's meer nemen. Prost won al 3 wereldtitels in de Formule 1. Dit seizoen wil hij in schoonheid eindigen met een 4e titel. 196 grote prijzen heeft Prost in totaal gereden. Daarvan won hier 51. Zijn grote rivaal, Ayrton Senna, staat klaar om de felbegeerde plaats bij Williams Renault over te nemen. Senna liet al weten dat hij zijn huidige werkgever McLaren Ford aan het eind van het seizoen verlaat. Peking heeft ernaast gegrepen. Niet de Chinese hoofdstad, maar het Australische Sydney organiseert in 2000 de Olympische Spelen. Bij de stemming van het IOC gisteren in Monaco verloor Peking in de allerlaatste stemronde met amper 2 stemmen van Sydney. Een heel klein verschil met grote gevolgen.
Gisterenavond, 3 minuten voor 8:30 onze tijd, net voor het grote moment. IOC-voorzitter Juan Antonio bedankt de kandidaat steden en noemt daarbij eerst de Chinese hoofdstad. De aanleiding tot een reusachtig misverstand. In de Chinese Olympiastudio komt men al met drankjes aandraven en ook op het thuisfront gaan nogal wat Chinezen uit de bol. Tot er in het gezelschap iemand met enige kennis van het Engels de gemoederen weet te bedaren. Als Samaranch na een gespeelde aarzeling dan toch Sydney tot organisator uitroept, is het contrast bijzonder groot. Sydney kende een dolle nacht. Overal in de stad stonden feesttenten. Alle cafés bleven open. Bijna iedereen nam een vrije dag. Amper 2 uur na de aanduiding liepen de eerste hotelboekingen binnen. De grootste Australische brouwerij bracht 100.000 busjes Olympisch bier op de markt. Op de beurs stegen de aandelen in het eerste kwartier met 1,5%. Vooral de noteringen van bouwbedrijven schoten snel de hoogte in. 100.000 vrijwilligers melden zich spontaan als medewerker voor de Spelen. Sydney moet bij de eeuwwisseling vooral een sportief hoogtepunt worden. Hoe anders was het in Peking? Geen euforie op het plein van de hemelse vrede. De bloedige onderdrukking van de studentenopstand in juni 1989 zat bij een aantal IOC-leden ongetwijfeld nog in het achterhoofd. De ontgoochelde autoriteiten wilden de wereld nogthans graag bewijzen dat er ondertussen wel degelijk vooruitgang werd geboekt. Tennis. In hun Davis Cup wedstrijd tegen Brazilië staan de Belgen voorlopig aan de leiding. Bart Wuits en Philippe de Wulf wonnen allebei hun eerste match. Vorig jaar won Brazilië Davis Cup wedstrijden tegen kleppers als Duitsland en Italië. Op papier konden we dan ook een ongelijke strijd verwachten, maar het draaide anders uit. Coach Eduardo Masso selecteerde Bart Wuits en Philippe de Wulf voor het enkelspel. Wuits, al 156ste op de wereldranglijst, begon sterk tegen de nummer 67 Onsins. Met erg precies baseline tennis liep hij uit tot 2-0, 6-2 en 6-2. De Braziliaan won met dezelfde cijfers de derde set. De vierde verliep gelijk opgaand, maar bij een 6-5 stand kon Bart Wuits de match afmaken. En daar waren zowel coach als speler dolblij om. Dit is Philippe de Wulf. Zijn tegenstander, Luis Matar, nummer 43, gaf forfait wegens ziekte. Hij werd vervangen door de nummer 97, Fernando Meligeni. De Wulf, nochtans 163ste, maakte brandhout van de Braziliaan. 6-2, 6-1 en 7-5. Morgen staat het dubbelspel op het programma. De topwedstrijd dit weekend in de nationale voetbalcompetitie wordt vanavond al gespeeld. Anderlecht Club Brugge. Wint Anderlecht, dan kan de leider 5 punten voorsprong nemen op Brugge. Uitgebreide samenvatting en interviews straks in ons late journaal. In de Franse competitie is gisteravond al een topmatch gespeeld met Paris Saint-Germain tegen Auxerre. Een zege in het eigen Prinsenpark kon de Parijzenaars alleen aan de leiding brengen en die zege kwam er ook. In nauwelijks 10 minuten mepte PSG Auxerre KO. In de 26e minuut frommelde Weah zich door een bos Auxerre-benen. De Liberiaan Weah struikelend, maar toch 1-0. 5 minuten later verdubbelde de Parijzenaars de voorsprong na dit afstandsschot van internationaal Le Guin. Middenvelder Le Guin en 2-0. Even een tussendoortje met een heerlijke lop van de Braziliaan Rai. Rai, de broer van ex-voetbalgrootheid Socrates. Na een half uur werd het 3-0. De voorzet was van Ginola, de kopstoot van Georges Weah. 3-0 was ook de ruststand. De 4-0 eindstand kwam er na een wervelende solo van David Ginola. Ginola eerst voorbij verlaten Goma en dan simpel en beheerst voorbij Martini. Paris Saint-Germain heeft voorlopig 2 punten voorsprong op de eerste achtervolgers. En dat brengt ons bij het weerbericht voor het weekend en het begin van volgende week. Georges Kuster. Gisteren waren we een gok en we hadden met z'n allen geluk. Niet bij het spel, maar wel met het weer. Want niettegenstaande de bewolking blijft aangevoerd worden vanuit het zuiden, trokken de actieve regenzones enkel over het oosten van het land, over de Ardennen. De kern van lage druk met het slechte weer ligt morgen boven Duitsland. Waar warme en koude lucht elkaar ontmoeten, is regen, veel regen, zoals in de Alpen. Maar morgen duwt de warme lucht vanuit het oosten regen tot over de Ardennen. En dat zien we hier, regen over de Ardennen met temperaturen tussen 12 en 14 graden. Maar dat is ondertussen de nachtkaart. We gaan dus over naar de nacht. Vannacht dus die regen in het oosten van het land. In het westen van het land zouden er toch enkele opklaringen moeten zijn. Temperaturen tussen 12 en 14 graden. Met vooral het risico van nevel en mistbanken in de vroege ochtend.
Morgenochtend dan een herhaling van datzelfde. Nog altijd die regen in dat oosten van het land. We halen wel temperaturen tot 17 graden, omdat in de loop van de dag uiteindelijk die opklaringen zich over het hele land zullen verspreiden. Maar op dat ogenblik gaat ook beginnen de Noordzeelucht meespelen. En die zou kunnen aanleiding geven in de late avond op een bui tot zelfs in de Ardennen. Zondag vallen we dan in herhaling met regen opnieuw over die Ardennen. In het midden van het land zou het merkelijk beter moeten worden met toch heel wat brede opklaringen wat zon. Maar de twijfel bestaat of aan de kust de nachtelijke nevel niet zal blijven hangen als zo'n laag grijs wolkendek. En daaruit zou zelfs een miserige regendruppel kunnen vallen. Vanaf maandagnacht opklaringen en zo krijgen we vrij koele nachten met temperaturen vorst aan de grond. Maar ook mist in de vroege uurtjes. Droog weer in elk geval tot woensdag. De zon is erbij, maar toch maar alleen gegarandeerd woensdag. Want maandag en dinsdag zou de zon wel eens achter een dun grijs wolkendek kunnen verscholen blijven. Van mij krijgt u nog de hoofdpunten. ANC-voorman Mandela vraagt de UNO om de sancties tegen Zuid-Afrika op te heffen. In Moskou groeit de machtsstrijd naar een mogelijk gewelddadige confrontatie. En in eigen land gaan 32 grote fraudeurs vrij uit, omdat hun zaak verjaart. Er is nog één journaal voor het weekend, straks rond 10:30, dames en heren. Maak het nog gezellig. Die Fred Brouwers dagelijks in zijn Radio 3-rubriek weggaf, zijn gebundeld in het boek Brouwerijen. Soms grappige, soms tragische verhalen over componisten en muzici. Zo brengt Fred Brouwers op zijn eigen wijze de lezer dichter bij de muziek. Brouwerijen is tegelijk ook een dagboek waarin de lezer naast de anekdote van een bepaalde dag zijn eigen muzikale belevenis kan noteren. Brouwerijen is verkrijgbaar in de boekhandel. Goedenavond. Michael heeft donkere gevoelens en hij wil zich wreken op zijn vriendin. Rescue Me is dan ook de noodkreet en de titel van onze vrijdagavondfilm. Die komt eraan om 9:50. Eerst wordt er wel gelachen met het wettelijk gezag in de paradijsvogels. Vol spanning wachten we op de uitslag van de verkiezingen.